Het is rustig op straat en dat maakt het voor inbrekers extra makkelijk. Het is dinsdag 26 januari. Dit is Zeeland Nu. De politie ziet een behoorlijke toename. Willem II zet Adrie Koster aan de kant. En Vlissingen moet echt een monument krijgen. Goedenavond. Sinds de lockdown is al 8 keer ingebroken bij een Zeeuwse ondernemer. Vermoedelijk toch omdat vanwege die lockdown het rustiger is op straat en inbrekers zich daardoor onbespied wanen. Alle inbraken lijken op elkaar, een steen door een ruit, maar geen grote buit. Oudjaarsnacht eigenlijk is er ingebroken bij ons. Ze hebben met een stoeptegel die ze verder uit de stoep hebben gehaald, hebben ze door de winkeldeur gegooid. En ze zijn er binnen gekomen en wat pakjes sigaretten meegenomen. Kijk, normaal is oudjaarsnacht natuurlijk best wel een drukke nacht. Met veel mensen op de straat die nog naar mensen gaan of van mensen terugkomen of die naar de stad gaan en terugkomen. Maar ja, dat was dit jaar niet natuurlijk, het was lockdown, dus het was heel rustig. Dus ik denk dat ze daar toch wel gebruik van hebben gemaakt. Nou, de lockdown die begon op 14 december, hè, toen is hij afgekondigd. En in die tijd tot nu zijn er 8 inbraken geweest. Vorig jaar was in dezelfde periode vonden er 4 inbraken plaats in winkels. En het jaar daarvoor 2, dus het is nu wel iets meer. En daar komt hij aan in de hoek. Kijk, en dan komt hij rustig naar binnen lopen. Even bij de kassa kijken, daar zit niks in. En dan lopen we door naar de sigaretten in de hoek. Het verband is feitelijk dat er op veel plekken niet zo heel veel meegenomen wordt aan buit. Maar ook een verband is de werkwijze van de inbrekers. Dus hoe ze te werk gaan. De modus operandi, zoals wij dat noemen. Ze slaan een ruit in met een zwaar voorwerp. Daarna gaan ze door die kapotte ruit naar binnen en nemen ze mee wat ze willen hebben. Dat is een overeenkomst tussen de inbraken. De coronalockdown lijkt ervoor te zorgen dat inbrekers vrij spel hebben. Sinds de lockdown en dus het sluiten van het grootste deel van de winkels is de sociale controle onder Zeeuwse ondernemers minder geworden. En daar zijn de ondernemers zelf de dupe van. Het is natuurlijk, er gebeurt al zoveel in een ondernemersleven momenteel. De lockdown, de zorgen, hoe moeten we verder? En eigenlijk is dat een zorg die ze er niet bij willen hebben en ook niet bij kunnen hebben. Ondernemers die nog wel open zijn, zijn extra alert. Dat hebben wij ook gevraagd. Dat doen ze ook uit hunzelf. Ik weet dat de politie extra surveilleert in de stad, dat weet ik. Omdat ik dat ook vernomen heb van de politie. Ik weet dat alle de BOA's en alle anderen het ook. En we weten allemaal, als een dief iets wil, dat hij altijd de mogelijkheid zoekt. Dus ja, dan zou je met z'n allen in je winkel moeten gaan slapen of zo. Dat gaat hem ook niet worden, denk ik. Hè? In de winkel slapen is misschien een beetje te veel van het goede. Maar over andere voorzorgsmaatregelen wordt wel nagedacht. Normaal heb ik er een balk voor liggen en die lag er nu ook voor. Maar dan kruipen ze net onderdoor. Dus ja, dan zou ik er nog een balk voor kunnen leggen dat ze geen kruipruimte hebben. Maar ja, dan gooien ze misschien mijn winkelruit in. Ja, dus ja, echt. Als ze willen, dan kunnen ze toch. En dan moet je alles gaan barricaderen. En ja, dat wil ik gewoon niet. We hebben een waarschuwingsbericht eruit gedaan. En in de hoop dat alle ondernemers dat lezen. En ook de burgers. Er worden camerabeelden uitgekeken. En er zijn natuurlijk aangiftes opgenomen waar we iets mee gaan doen die we verder uitlopen. Sporen zijn er aangetroffen die we gaan interpreteren. Dus de collega's zijn druk bezig met het onderzoek. Willem II heeft trainer Adrie Koster ontslagen. Koster, afkomstig uit Zierikzee, wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties van de Eredivisieclub uit Tilburg. Willem II staat momenteel 17e in de Eredivisie. Vorig seizoen haalde Koster met de Tilburgers nog Europees voetbal. Hij was sinds de zomer van 2018 de trainer van Willem II. De Zeeuwse stembureaus hebben voldoende vrijwilligers om 3 dagen lang open te zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat laat de Kieskring Zeeland weten. De vrees dat vooral de oudere vrijwilligers dit keer zouden wegblijven omdat ze bang zijn corona op te lopen, bleek niet te kloppen. De verkiezingen zijn op woensdag 17 maart, maar ook de 2 dagen ervoor zijn de stembureaus al open voor mensen die bang zijn voor de drukte.
Medewerkers van scheepsmaker Dame en bouwer van olieplatforms Herema in Vlissingen leggen donderdag 24 uur lang het werk neer. Dat kondigt vakbond FNV aan. De staking maakt onderdeel uit van acties in de metaalsector voor een nieuwe cao. De vakbond verwacht zo'n 150 Zeeuwse personeelsleden van beide bedrijven bij de staking. In België worden vanaf morgen de coronaregels aangescherpt. De grens gaat tot 1 maart dicht, maar niet helemaal. Daar zijn we blij mee. En ook dat in de regeling rekening is gehouden met grensbewoners. Het dagdagelijks leven moet door kunnen gaan. Dus voor ziekte, voor werk, noodzakelijke, essentiële reizen, ook over en weer. Maar er is nog wel wat onduidelijkheid. En daar zijn we in afwachting van de ministeriële regeling in België om dat uit te werken. Hoe het dus precies zit met boodschappen doen en tanken is nog niet duidelijk. Lonink roept mensen sowieso op hun reisbewegingen te beperken. We moeten terughoudend zijn. Ook in Nederland wordt gezegd, pas op met contacten. Ga zo weinig mogelijk, doe het in de eigen buurt. Maar dagelijks leven staat er nu in de nieuwe regeling, moet kunnen. En dat is ook wat we nu uitzoeken. Ik kan geen zekerheid geven. De oevers van de Ooster- en Westerschelde liggen bezaaid met afval van de bodemvisserij. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Stichting de Noordzee. De oranje en de blauwe draden, ook wel vispluis genoemd, staan met afstand bovenaan de lijst met gevonden afval. Per 100 meter oever langs de Oosterschelde vond Schone Rivieren afgelopen maanden gemiddeld 42 stukjes vispluis. Langs de Westerschelde ietsje meer, 49 stuks per meter. De provincie trekt 25.000 euro uit voor 2 proefprojecten om zeven meer regionale producten te laten eten. Doel is de producten makkelijker bij grote distributeurs en groothandels te krijgen om zo de afzet te vergroten. Bovendien moet er gekeken worden hoe de keten van de boer naar de consument korter gemaakt kan worden. Voormalig wethouder Paula Stoker keert terug in de Terneuzense gemeenteraad. Vorig jaar oktober moest ze stoppen nadat de andere wethouders en de burgemeester het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Onder de naam Terneuzen Sterk is ze terug en ze voelt zich naar eigen zeggen sterker dan ooit. If it doesn't kill you, it will make you stronger. Dus ik heb nu zoiets van, ik kom terug en ik voel me zeker sterk. Vorig jaar ontstond er gedoe over de salariering van de nieuwe directeur van AZ, een welzijnsorganisatie die onder de gemeente Terneuzen valt. Als verantwoordelijk wethouder namens de lokale partij Top Gemeentebelangen was Paula Stoker ook bestuursvoorzitter van AZ. Het college van burgemeester en wethouders was het niet eens met de hoogte van het salaris en wilde dat Stoker zich achter hun standpunt zou scharen. Maar dat deed ze niet met het vertrek als gevolg. De discussie over mijn persoon heeft verder zonder mij plaatsgevonden, dus ik ben er niet bij geweest. En toen zijn ze tot hun besluit gekomen. Toen heb ik dan op advies van de burgemeester en van Hullen ben ik nog even teruggekomen in de pauze om dan aan te geven waarom ik toch heel graag als wethouder aan zou blijven. En ze bleven toch bij een standpunt. Toen heb ik dus onder dwang van de coalitie mijn wethouderschap neer moeten leggen. Hoe gaat het dan in die dagen daarna? Je komt op straat, mensen kennen u als wethouder. Ja. Hoe is dat? Ik heb heel veel reacties gehad. Ja, echt heel veel. En het was moeilijk. Shit. Nu, 3 maanden later, voelt het voor Stoker nog altijd onrechtvaardig. Ze had gehoopt op een raadsonderzoek, zodat, volgens haar, de waarheid over dit gebeuren boven tafel had kunnen komen. Maar de coalitie sloot de gelederen en ging achter de wethouders staan. Toch geeft ze zich niet gewonnen. Ik heb mijn lidmaatschappen opgezegd en hen ook te kennen gegeven dat ik zelfstandig als raadslid doorga. En de naam die ik gekozen heb wordt dan Terneuzen Sterk. Voelt u zich ook sterk? Ik voel me zeker sterk. Zeker met de kennis die ik heb. Ik weet hoe bepaalde dossiers zijn. Ik weet welke kant we op wilden met bepaalde dossiers. En nu vanuit mijn rol als raadslid kaderstellend en controlerend ga ik dat tot aan de verkiezing zeker nog doen. Op 4 februari begint voor Paula Stoker het nieuwe hoofdstuk als ze geïnstalleerd wordt als raadslid in de Terneuzense gemeenteraad. Dan naar Vlissingen. Die stad moet een eigen slavernijmonument krijgen. Daarvoor pleit raadslid Angelique Duindam. Vlissingen heeft enorm geprofiteerd van de slavenhandel en er moet erkenning komen voor het leed dat veroorzaakt heeft, vindt zij. Een plek heeft ze ook al op het oog.
Deze plek zou wel gewoon de meest uitgelezen plek zijn. Ondanks dat het dus nu 150 jaar geleden is dat het afgeschaft is, zijn de rijkdommen van toen, of de vergaarde rijkdommen van toen, nog steeds aanwezig in onze stad. Middelburg heeft al een slavernijmonument, maar Vlissingen heeft er ook een verdiend, vindt Angelique Duindam. Want ook Vlissingen heeft een groot deel van zijn welvaart te danken gehad aan de slavenhandel. Het zou mooi zijn met een monument om dat te erkennen. Dankjewel. Het Zeeuws Archief in Middelburg herbergt 100 meter kastruimte aan documenten van Zeeuwse slavenhandelaren. Een fragment daaruit over een jonge tot slaafgemaakte vrouw moet op het monument komen. Deze slavin, nadat ze gekocht was, scheen altoons te treuren. Maar alle middelen vergeefs zijnde, overleed op voornoemde datum. Ik geloof dat haar melancholie zal hebben ontstaan, dat zij een kind zal hebben gehad en dat de negers ze zelf zullen hebben gehouden. Weet je wat het is? Je weet het wel. En je hebt er ook wel eens dingen over gelezen. Als je dan zo leest en ziet, dan komt het alleen maar meer binnen eigenlijk. Die onmenselijke behandeling van mensen, ik kan me dat zo niet voorstellen. Nee. Ik wil me dat ook niet voorstellen. Laat ik het even dat ten eerste zeggen. Nu begint de lobby bij politici in de stad om het plan te steunen. Dit is ook de weg die de schepen hebben moeten hebben afgelegd op weg naar Afrika. Deze plek is gewoon, ja, ook een plek van bezinning. En net zoals de Jodenvervolging op tal van monumenten wordt herdacht, zo moet ook het slavernijmonument in Vlissingen herinneren aan de zwarte bladzijde uit de geschiedenis, vindt Duindam. Dat wij elkaar als mens moeten blijven zien. Dus dat, daar moet het monument ook voor staan. Donderdag dan wordt het plan voor een monument besproken in de Vlissingse gemeenteraad. En nog maar eens was het overdag mooi weer met veel zon en sluierbewolking bij temperaturen van 6 à 7 graden. En er stond een zwakke tot matige wind. Morgen dan valt er vooral in de ochtend nog een bui, maar 's middags zijn er dan wat meer opklaringen. Maximumtemperatuur ligt morgen iets hoger dan vandaag, rond de 7 graden. En er staat wel een iets hardere wind, matig tot vrij krachtig, en hij komt uit het westen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer vanaf 5 uur. En tot die tijd natuurlijk altijd op de radio en online. Nog een fijne avond.